Hey, dag Dennis. Goedenavond, morgen, middag. Ja, het is weer vandaag. Les 152. Ja. Aan jou de eer. Dus de macht om te beslissen is aan mij. Intrigerende titel, niet? Ja, ik moest er even aan wennen toen ik hem las. Vertel, in welke Nou zin? ja, dan komt er toch iets van een bijzonder zijn of zo, of arrogantie, of mag dat wel? Er komen allemaal vragen bij mij omhoog ook. Ja. Ja. En welke vragen brandt er op je lippen? Ja, nou ja, weet je, hoezo kan ik beslissen? Hoezo heb ik de macht om te beslissen? Mooie vraag. Wat zegt jouw hart op die vraag? Waarom heb jij die macht om te beslissen? Nou ja, het is niet. Het is eerder dat ik dan, als ik dat hoor, dat ik dan denk van, dat mag niet. Dat kan niet. Dat is niet oké. Okay. Je hebt liever dat er voor jou wordt beslist. Nou ja, volgens mij is er iemand groter dan ik die mag beslissen. Ah, dat is een interessante. Ja, en God is liefde en hij laat jou vrij. Dus je bent een schepping van liefde, net zo krachtig, net zo machtig als God, Dennis. Ik ook en iedereen die je ziet. Dus jouw wil is net zo krachtig als Gods wil. Dus wat jij wil, dat ga jij realiseren. Niet in waarheid, maar in je ervaring. Ja, maar willen blijft willen. Ja, en je kunt niet de wil van God ontlopen, maar je kunt wel iets anders willen. En hier gaat je les om. Zolang we iets anders willen dan God, iets anders willen dan onze werkelijkheid, iets anders willen dan onze onsterfelijke werkelijkheid, die goddelijk is, dan krijg je de ervaring van tijd en ruimte, een ervaring van mensje van vlees en bloed. Maar is het niet zo dat ik dan beter kan bedenken hoe ik het voor me zie, als dat zo is, in plaats van willen? Want willen is altijd naar de toekomst. Ik wil iets, ik wil iets, ik wil iets. Oh, Dus het is altijd een toekomst willen. het is meteen gerealiseerd. Wat jij wil is nu. Dus als ik iets wil, als ik iets Maar verlang. dan is het niet een willen, dan is het zo. Ja, dat komt door jouw wil. Je wil is krachtig. Dus als we een cursus om wonderen doen, dan gaan we echt aan wennen. Hè. Gods wil, die staat niet ter discussie. Gods wil voor ons is louter geluk, volmaakt geluk. En dat is zo, omdat God is eenheid. Liefde is eenheid. En niets kan tegen die wil ingaan. Dus wat God voor altijd één heeft geschapen, dat blijft. Maar je hebt een vrije keuze in die zin van, jij mag ontdekken dat er geen andere wil is dan die van God. Dus God laat ons vrij om te ontdekken, je bent alleen maar gelukkig als je bij mij bent, lief kind, zegt hij. Een zoon van God is alleen gelukkig als hij weet dat hij bij God is. Dus ja, het is heel contra, hoe zeg je dat, contradictionair of zoiets. Contradictie in terminus. Ja, dat is het, Dennis. Het is dat we alleen onze vrijheid kunnen vinden in God. Zolang ik denk ik ben buiten God, ben ik niet vrij. Maar dan lees ik in de inleiding, Peter, Ja. dat vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen waarop je op een gegeven moment wil doen. Ja, en wat is het leerplan? Nou, de cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwijzen gaat te boven. Het beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat allesomvattend is, kent geen tegendeel. Ja, dat is de inleiding. En daar gaat deze les ook weer over, hè? Want dan, hij vervolgt dan, niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat, hierin ligt de vrede van God. Dan krijg je de samenvatting in drie zinnen van de Ja. hele cursus. Dus de macht om te beslissen is aan mij. Dennis, ik heb echt gewild, anders was ik niet hier op aarde. Ja, maar dat is mijn vrije wil dus. Dat is je vrije wil in die zin van, het verlangen is zo sterk geweest om te kijken hoe het is om buiten God te leven. Buiten eenheid, buiten alomvattende liefde, constante vrede. Dat kan niet, maar mijn verlangen om iets anders te willen dan alles, dan krijg ik de ervaring hoe het is om in tijd en ruimte te leven. Niet in werkelijkheid, maar ik krijg die ervaring omdat ik iets wil wat anders is dan wat God voor mij wil.
Dus zolang ik die beslissing niet herroep, dat is een besluit van mij. Ik heb gekozen om in de geest af te dwalen van God. Het kan niet. Maar ik krijg dan een ervaring van hoe het is om afgescheiden te zijn van God. Het kan niet. Maar ik krijg gewoon een ervaring van niet-liefde. Ja, dus de wereld is een beleving. Het is een beleving, het is een ervaring. En het is een illusie. Het is een illusoire ervaring, want het is niet waar. Maar het is niet het leven, het is een beleving. Ja, het lijkt op het leven. Ja, het is niet het leven. Daar heb je gelijk in, Dennis. Dus maar het begint met het verlangen. Zolang ik mijn verlangen niet terugbreng naar één verlangen on top, bovenaan. Ik wil de vrede van God. Daarmee zeg ik, ik wil alleen nog maar de waarheid. Dan blijf ik dat verlangen, afgescheiden van zijn van God, continu herhalen. De droom noemt de cursus dat. Dus hier, dus God wacht tot ik dat besluit weer herroep. God dwingt niet. God zegt niet, kind, je dwaalt af, je moet je omdraaien. Hij weet gewoon, het is een onmogelijke wens. Hij nodigt je uit, kijk er eens naar. Kijk er eens naar en zie in dat je niet gelukkig bent. En keer om en weet, er is gewoon niks gebeurd. Je bent er altijd één. Maar hij wacht op, hij kan niet ingaan tegen mijn wil. Hoewel hij weet dat het dwaas is. En hij weet dat het niet waar is. Maar liefde dwingt niet wachten totdat ik mijn besluit herroep. Dat ik alleen nog maar één verlangen heb. En dat is God. Zolang ik een ander verlangen heb. Geef ik vrede als hoogste goed weg. Ja, dus er is geen dwang. Er is geen dwang. Nee, ik mag zelf beslissen. Ik mag zelf kiezen. Ja. En die macht is aan mij. Die macht is aan jou. Om je eerdere besluit van afdwalen, van afscheiden, wat niet kan, te herroepen. Zodat je weer de eenheid ervaart met liefde, met alle scheppingen. En dan zegt hij ook in deze les, dan neem je weer je rol in als medeschepper van God. Dan ben je scheppend aanwezig. Dan schep je eeuwig leven, net als hij. Ja. Ja, dat zijn je ware liefdevolle gedachtes. Die hebben eeuwig leven. Dus dit is een interessante les, vooral alinea 1. Ja. Zullen we die eens lezen? Wil je die eens lezen? Ja, heel mooi. Ja. Want niemand kan verlies lijden, tenzij het zijn eigen beslissing is. Niemand lijdt pijn, behalve als zijn keuze deze toestand voor hem verkiest. Niemand kan verdrietig of bang zijn, of denken dat hij ziek is, als het niet het resultaat is van wat hij wenst. En niemand sterft zonder zijn eigen instemming. Niets gebeurt er wat niet jouw wens het vertegenwoordigt. En niets wordt achterwege gelaten wat jij kiest. Hier is jouw wereld, compleet tot in elk detail. Hier ligt voor jou haar volledige werkelijkheid. En hier alleen is sprake van verlossing. Wauw. Wat een alinea. Niet? Ja, en vooral die eerste zin vind ik heel mooi. Of die eerste twee zinnen. Ja, lees ze nog maar eens. Niemand kan verlies lijden, tenzij het zijn eigen beslissing is. Dus, als jij mij uitscheldt, of mij iets toewenst, of wat dan ook, dan kan ik aan lijden. Maar dat is omdat het iets wakker maakt wat al in mij is, of wat ik voor waarheid aanneem. Als ik het niet als waarheid aanneem wat jij zegt, en er echt om kan lachen, en het mij niks doet, dus mij niet triggert, bij mij geen ervaring oproept, dan lijd ik ook niet. Ja, dus dit geschenk hoef je niet aan te nemen, want het is mijn geprojecteerde boosheid op jou. Dan... Maar ook niet als je mij heel lief hebt. Precies hetzelfde, is wel leuk, hè? Klopt, is hetzelfde. Dan is het... Je hebt mij niet nodig voor jouw geluk. Nee. Maar wel fijn dat je er bent, Peter. Dankjewel, Dennis. Dat vind ik insgelijks. Maar dat is natuurlijk wat het is, hè? Ik heb jou niet nodig voor mijn geluk. Ja. Maar wel fijn dat je er bent. Ja. En ik zou zeggen, en fijn dat je er bent. Ja. Ik zou woordje maar altijd vervangen door en. Omdat het meteen verbinding teweeg brengt. En fijn dat je er bent. En ik heb je niet nodig. Ja, dat is die tweede zin natuurlijk ook. Want niemand lijdt pijn, behalve als zijn keuze deze toestand voor hem verkiest. Ja, als ik jou uitscheld en je maakt het persoonlijk en je neemt het cadeau van mij aan, dan lijd jij pijn omdat je daarvoor gekozen hebt. Je wil het persoonlijk maken. Het ego wil het persoonlijk maken. Het ego wil een afgescheiden identiteit en dat is de persoonlijke identiteit. Maar als je weet dat niks persoonlijk is, dat jij inwisselbaar bent, dat ik gewoon, als ik boos ben, dan toevallig sta jij voor me. Ja. Dat net zo goed de buurman kunnen zijn, of een collega, of een vriend. Het is gewoon nooit persoonlijk. Ja, dus eigenlijk staat hier ook in een andere taal, vat niets persoonlijk op. Wat er ook gezegd wordt, vat niets persoonlijk op. Yes, ja.
Dat klopt, want niets is persoonlijk. En het ego maakt alles persoonlijk. Ja, maar natuurlijk wel wat je natuurlijk heel vaak met feedback hebt. Hè? Ik bedoel, dat wordt heel vaak gegeven. Of nou ja, kritiek of een compliment, maar opbeurende feedback. Je kunt het net zo mooi noemen als je wilt. Maar soms voelt het niet zo. Maar daar gaat het natuurlijk over. Ja. Ja, als het feedback raakt, dan zegt het iets over jou wat je gelooft. En ik geloof je dan, wat de ander zegt. En weet je nog, kinderen die zeggen altijd wat je zegt bij jezelf? Ja, en het gaat natuurlijk over zo'n klein stukje van je eigen persoonlijkheid. Dus stel, ik vergat onze afspraak nu en jij bent boos op mij. En dan kun je tegen mij zeggen, nou weet je, je bent onbetrouwbaar of wat ik veel, hè, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk maar één gebeurtenis in heel mijn leven. Maar ik ga het wel voor waar aannemen, waardoor het mijn hele leven gaat misschien gaat beïnvloeden. Van, hé, ik ben onbetrouwbaar. Ja, als je het gelooft wel. Dus ik zou het onderzoeken. En ontdekken, in verdedigingsloosheid kan ik ontdekken, hé, wat is het cadeau van de feedback die ik nu ontvang? Iemand zegt, ik ben onbetrouwbaar. Laat ik naar binnen kijken. Ben ik dat wel eens in mijn leven? Ben ik dat wel eens geweest? En als ik heel eerlijk ben, ja, dat kan ik vinden. Dan kan ik zeggen, ja, dankjewel dat je dat zegt. Ja. Dat hoeft niet nu op dit moment te zijn. Nu ben ik misschien volledig te vertrouwen en betrouwbaar. Maar ooit, als ik het kan vinden, ik hoef me niet te verdedigen. Nee, en iedereen is dat wel eens geweest. Daarom. Dus in die zin kan ik altijd ja zeggen tegen. Dan stopt het verzet. Ja. Maar dan zeg je eigenlijk van, ik ben niet onbetrouwbaar, maar ik heb me wel eens onbetrouwbaar gedragen. Ja. Ja, het is niet iets wat ik ben, maar ik heb wel, wat heb ik wel eens gedaan, ja. In mijn gedrag ben ik wel eens onbetrouwbaar geweest. Ik heb wel eens ja gezegd, dan wil ik nee bedoelen. En andersom natuurlijk ook. Ja. Dus in die zin, ik ben niet altijd congruent geweest. Dus in die zin ben ik volledig te vertrouwen dat ik onbetrouwbaar ben geweest. Ja. In die zin ben ik weer. Nou, dat je onbetrouwbaar hebt gedragen, dat is wel denk ik een nuanceverschil. Ja, natuurlijk, ja zeker. Ja. Het is fijn om dat zo te stellen. Het gaat nooit over ik ben. Nee, dat zijn overtuigingen die vastgezette gedachten. Ja, het enige wat werkelijk is, de enige echte werkelijke ik ben, is wat van God is. Ik ben vrede, ik ben geluk, ik ben liefde. Ja, ik ben eigenlijk. Ik ben, ja. Heel de rest, dat is, ik ervaar boosheid. De rest is zijn alle overtuigingen van jezelf. Ja, ja. Die vormen je persoonlijkheid. Ja, dat is het. Ja, en die persoonlijkheid is prima. We hebben een unieke persoonlijkheid. En die mogen we ten dienste stellen van je intuïtie, van je hart. Maar dat vind ik zo mooi, want hij zegt dan, dat is niet de waarheid. Want de waarheid is onveranderlijk, hè? Kan niet bedreigd worden. En dat staat ook in de tweede. De waarheid moet alles insluiten, wil ze überhaupt waarheid zijn. Ja. Ja, hij is heel radicaal. Als wat niet waar is, net zo waar is als wat waar is, is een deel van de waarheid onwaar. Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Nee. Niet? Nee. En dan gaat hij door, die volgende alinea's. En 2 en 3 en 4. Hij wil maar herhalen. Dit is de eenvoudige les van de cursus, maar het is zo moeilijk voor ons om dit te accepteren. Want wij zoeken altijd een uitzondering erop. Maar hij blijft herhalen, alleen de waarheid is waar. In de inleiding, wat je net al zei, hè. Niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat. Als we dit onderscheid haarscherp in de gaten hebben, niet met je intellect, maar met doorleefde ervaringen, hierin ligt de vrede van God, zegt hij. Ja. Dus aan de ene kant alle illusies, en aan de andere kant alleen de waarheid. Ja, en dat vind ik zo mooi met die inleiding, want die lees ik regelmatig, dat vind ik prachtig, dat we nooit de liefde kunnen onderwijzen, want dat is wat we zijn. Maar wel alle obstakels weg kunnen nemen die de liefde in de weg staan. Nou, je kunt liefde wel degelijk onderwijzen, Dennis. Nou, maar dan staat het toch anders. Nee, er staat, deze cursus heeft niet het doel jouw besef van liefde te onderwijzen. Want dat is wat je bent. Ja. Maar onderwijs louter liefde. Dus we onderwijzen alleen maar angst of liefde. Dus je kunt zeker weer liefde herinneren door te onderwijzen. Maar de cursus gaat niet erover om jouw identiteit in herinnering te brengen dat je liefde bent. Hij richt je op de blokkades. Hij helpt je de blokkades inzichtelijk te maken. Ja, mooi. Dat is een prachtige inleiding. Ja. Dus daar begint hij mee en hij komt hier weer terug. Alleen de waarheid is waar.
En dat is wat je bent. Ja, want, en dat is zo mooi, want als de waarheid niet waar is, net zo waar als dat wat wel waar is, is een deel van de waarheid onwaar. Dat is natuurlijk een gedachtenkronkel, maar als er alleen maar waarheid is, dan kan er alleen maar waarheid zijn. Dan bestaat onwaarheid niet. Ja, in werkelijkheid, alles is liefde. Dat is een uitspraak die werkelijk is. Alleen wij zoeken de uitzondering. We zeggen, maar dit is geen liefde. We zoeken de tegenstelling. We zijn zo gefocust en verzot op ons gelijk krijgen ten koste van ons geluk. En Gods wil voor mij is volmaakt geluk. En dat past dat gelijk krijgen, dat oordeel willen vellen over je medemens, past daar gewoon niet bij. Nee. En dus alinea 1, eigenlijk is dit de samenvatting van weer de hele cursus. Hij onderwijst. Dat is eigenlijk elke les, hè, merk ik. Elke les is eigenlijk de samenvatting van de hele cursus. Ja, eigenlijk wel. Je krijgt hem alleen weer in een nieuwe vorm gepresenteerd, omdat je weet, het ego heeft zoveel panzerlaagjes, maar eens komt de waarheid door. Dus Leonard Cohen die zei dat ook al. Dat zit in het liedje van That's Where the Light Gets In. Een kleine crack. Hè? Crack, zoiets, ik weet niet meer precies wat. Maar er is maar een kleine opening nodig voor de liefde. Dus vroeg of laat valt hij gewoon binnen. Ja. En het hoeft geen cursus wonderen te zijn. Het kan ook een andere, een van de vele universele leerwegen. Hè? Ja. Ja. Maar alinea 1, nog heel even terugkijken naar wat wordt hier nou bedoeld. Als je die echt leest, niemand sterft zonder zijn eigen instemming. Niemand kan verlies lijden, tenzij het zijn eigen beslissing is. Niemand leidt pijn behalve zijn keuze deze toestand voor hem verkiest. Niemand kan verdrietig of bang zijn of denken dat hij ziek is, als dit niet het resultaat is dat hij wenst. Niets gebeurt er wat niet jouw wensen vertegenwoordigt en niets wordt achterwege gelaten wat jij kiest. Hier is jouw wereld. Compleet tot in elk detail. Hier ligt voor jou een volledige werkelijkheid en hier alleen is sprake van verlossing. Ja, en het mooie is dat het ook staat en hier alleen is sprake van verlossing. Ja. Dat is natuurlijk iets wat we in de hemel is natuurlijk geen verlossing nodig, want dat is het, dan is het al verlost. Ja. En alleen hier ja, is er sprake van verlossing. Ja. En wat is verlossing, Dennis? Ja, dat is vergeven, dat is je projecties terugnemen, dat is teruggaan naar al je projecties die je in je leven hebt gedaan. Dus situaties waar je last van hebt, waar je al je gevoelens of emoties ervaart. Ja, en dan gaan we nog wat dieper, een laagje dieper. Wat is verlossing, Dennis? Ja, dat is de hemel op aarde. Dat is het resultaat. Wat is het doel van verlossing? Waar verlost hij jou van? Van alle blokkades. Om de liefde weer toe te laten. En wat is de blokkade? Je weet het. Ja. Je weet het. Vertel. Je weet het. Nee, vertel het. Ik loop vast. Echt, je weet het. Oh, ik loop vast. Maar we hebben nog 11 maanden. We hebben nog 11 maanden. Alle verlossing is een uitweg uit schuld. Oké, ja. Daar komt hij weer. Dus elk oordeel is een schuldbeladen concept. We hebben ons met schuld beladen. En God ziet het anders. Die ziet het niet zo. Je bent onschuldig, zegt hij. En deze eerste linia brengt hij de onschuld in herinnering. Hij zegt, niemand doet jou pijn. Dat doe je allemaal zelf aan. Je doet het jezelf aan. Je mag weer een andere keuze maken. Kies opnieuw. Choose again. Herroep het besluit je denkbeeldig af te scheiden van de liefde. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Dat zei je prachtig. Vergeving lost de ingebeelde schuld op. Daartoe dient vergeving. Die zullen nog vaker in verschillende vormen langskomen. Alle verlossing is een uitweg uit schuld. Ja. En de wereld is, dat is het enige probleem, die heb ik al vaker gezegd, wat niet gezien wordt als de grondoorzaak van alle problemen die we hier op aarde ervaren. Schuld. Ja. Dus we zijn echt bezig aan de oorzakelijke kant. Vergeving heft de oorzaak op, die ook nog niet eens bestaat. Het is een denkbeeldige oorzaak. Schuld bestaat niet. Maar dat is die twee niveaus waarop de cursus is geschreven. Hè? Ja. Het eenheidsniveau, hè? Dat is zeg maar, als jij mij slaat, dan kan ik even, dan ga ik niet zeggen, ja, nee, alles is één. Hè? Dan sla ik of terug, of ik roep wat, of ik, hè, dan kom ik toch in die strijd terecht. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de ervaring. Hè? Dus mensen die heel vaak zeggen van, ja, nee, alles is één, maakt me helemaal niet uit. Ja, maar zich rot voelen, of depressief, of boos worden. Ja, de ervaring is boosheid.
Ja. Dat is dan de mogelijkheid om een vergeving te doen of om ernaar te kijken. Ja. En dat is natuurlijk de dualiteit waarin de cursus op een bepaalde manier toch geschreven is. Om ons te helpen naar de eenheid. Het is een non-duale boodschap die ons helpt hier in de wereld van de dualiteit vergeving toe te passen. Ja. Het is een non-duale boodschap. Ja. En hij helpt je door. Hij weet gewoon, je wil gelukkig zijn. Wil iedereen. Je krijgt het middel, vergeving. En dan zegt hij, pas het toe. Maar dat vind ik het mooie van de cursus. Tenminste vind ik. Is dat het aan de ene kant dus een non-duaal boek is. En aan de andere kant een heel duaal boek om ons te helpen. Snap je? Dus om te kijken van. Want onze ervaring is anders. Ja, hij gebruikt de woorden, hij gebruikt de ervaringen, ons klaslokaal, de wereld van de dualiteit, om ons daar bovenuit te stijgen door middel van vergeving. Zodat je toch hier in de wereld kunt zijn, maar niet van de wereld. Je hebt vergeving, die geeft jou een helende blik, Dennis. Je kunt de eenheid hier zien. Ja. Ja, hoe doe je dat? En ervaren. En ervaren, natuurlijk. Het is een cursus in waarneming, dus hij leidt je naar een nieuwe ware waarneming toe. Hij roept, naar kennis. Ja, de kennis is het gevolg. Dat is niet het doel. Nee. Maar hij blijft binnen het domein van waarin de cursus is geschreven. Hij leidt je van onjuiste waarneming naar ware waarneming. Is die juiste waarneming gefixeerd? Is die altijd constant? Dan heb je ware waarneming in je bezit. Dat noemt de cursus visie. Dan kijk je dus met de ogen van Jezus, met de Heilige Geest. Ja. En dan ben je een verlosser hier op aarde, zegt hij. Want je ziet geen schuld meer. Je ziet in alles en iedereen de onschuld. En dat is wat Jezus zag. Hè? De soldaten spijkerden hem aan het kruis en hij bleef liefde zien. Hij heeft niet geleden. Maar hij wist wie hij is. Hij weet wie hij is. Het lichaam heeft zeker pijn gevoeld. Maar hij identificeerde zich niet met de pijn. Hij bleef liefde geven aan die soldaten. En hij zag de verwarring, hij zag de roep om liefde, hij zag, je bent er altijd onschuldig. Maar dan, dan gaan we de Bijbel erbij halen, maar dan, hij zegt ook op een gegeven moment van, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ja, dat heb ik ook gehoord, ook in de Bijbel, het citaat daar. Eli, Eli, Allah. Lama sabachthani. Ja. Ja, waarom, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja, en hij heeft mogen ontdekken, God heeft niemand verlaten, hij heeft ook Jezus niet verlaten. God verlaat nooit iemand iets. Misschien was het zijn laatste twijfel, maar die heeft hij ook al verwonnen. Want in uw handen beveel ik mijn geest. Ja. Alleen maar. Hij heeft de Heilige Geest volledig geaccepteerd. Dus hij heeft de gedaanteverandering, het bewustzijn van Christus, helemaal tot zich laten komen. Dus hij heeft gemanifesteerd wie wij alle zijn. En dat is de Christus. Dat is de eenheid, ervaringen, hetzelfde zoals God het geschapen heeft. Ja, en wij leven in chaos. Ja, onwaarschijnlijke chaos. En daar staat ook even bij mooi bij 7. Ja. Denken dat God chaos heeft gemaakt, zijn wil weerlegt, tegendelen voor de waarheid heeft bedacht, en duldt dat de dood over het leven triomfeert, dat alles is arrogantie. Prachtig. Alsof God chaos kan creëren. Ja, God doet dat niet aan. Nee. Nee. Dus hij blijft ook weer hier herhalen. Hè? Is het niet vreemd in alinea 6 dat je meent dat het arrogant is te denken dat jij de wereld die je ziet hebt gemaakt? God heeft dat niet gemaakt. Hiervan kun je zeker zijn. Ja. Heel veel mensen, hè, vragen op het laatst, hoe kan God zo'n wereld maken? Hoe kan God zoveel lijden? Ik geloof niet meer in God, want hij laat zoveel slechtheid toe. Ja, als er echte God zou zijn, zou dit gebeuren. Ja, dat is altijd het bewijs waarom mensen zich afkeren van God. Maar dit is doelbewust. Het ego wil dat je afkeert van God. Hij wil dat je gevangen blijft in die denkbeeldige afscheidingsstaat. Dus hij zal alles gebruiken. Ook de wereld. En God heeft de wereld niet geschapen. God schept louter zichzelf. En dat is geen... heel raar dat wij denken dat God deze wereld heeft geschapen. En dan zoiets raars gemaakt. Hè? Alsof het niet volledig goed is. Ja. Dat is onmogelijk. Ja. Ja, en daarom dat niet van zou houden. Welke vader houdt er niet van zijn eigen kinderen? Ja, daarom. Dus God is niet waanzinnig, doet er niet aan mee. Dus daarom is het alinea 1 is zo'n kostbaar, want de hele mensheid wil daar niet aan. Die wil slachtoffer blijven. Die zegt, God heeft de wereld gemaakt. Kijk eens wat een bende. Ja. Dat hij het ook maar oplost. En dat lukt hem niet. Nee, dan zijn we eigenlijk slachtoffer van God. Continu slachtofferschap.
Ja, of hier, ik beschuldig hem van dat hij een slechte beeld heeft gemaakt. Ja, ja, dat is het. Ja. En in alinea 1 krijg je complete verantwoordelijkheid. Ja. Tot in detail, ja, zegt hij. Tot in detail. En dat vind ik mooi, ook zegt hij bij 9. Ja. We leggen de arrogantie terzijde, die zegt dat we zondaars zijn, schuldig en bang, beschaamd om wat we zijn, en verheffen in plaats daarvan ons hart, in ware nederigheid tot hem, die ons smetteloos heeft geschapen, in macht en liefde zoals hij. Dit is de derde. Dit is wat God heeft geschapen. Ja, ons naar zijn evenbeeld geschapen. Smetteloos. Ja? Zonder schaamte. Zonder schaamte, in macht en liefde gelijk als hij. Ja, dit is wat we zijn. Daar komen, dat kan niet anders. Dit is wat we zijn. En vroeg of laat gaan we dit allemaal ontdekken. Dan krijg je die alinea 11, die is ook mooi. Hè? Nu verenigen we ons in de blije erkenning. Dat, daar komt hij weer. Leugens, leugens zijn. En alleen de waarheid waar is. Ja. Krijg je 2 meditaties, 5 minuten in het begin van de ochtend, 5 minuten aan het einde van de ochtend. Met die zin, de macht om te beslissen is aan mij. Vandaag zal ik mezelf ervaren zoals mijn vaders wil mij geschapen heeft. Ik ben liefde. Ik ben onschuld. Ik ben vrijheid. Ik ben grenzeloos. Vrede. Vrede. Alles wat God is, ben ik ook. Machtig, krachtig. Ja. Daar helpt hij ons weer uurlijkse herinneringen. Want we gaan dit weer vergeten. Het ego trekt ons met zijn zintuigen weer de wereld in. Uurlijkse herinnering, laat ik me deze zinnetjes weer herinneren. Even weer naar binnen keren. En dan krijg je die prachtige afsluiting, alinea 12, die laatste zinnen. Wil je die eens lezen, Dennis? Vanaf waar? Ja, van zin 2. Oké. Gods stem zal antwoorden, want hij spreekt voor jou en voor je vader. Hij zal de vrede van God in de plaats stellen van al jouw uitzinnige gedachten. De waarheid van God in de plaats van alle zelfmisleiding. En Gods zoon in de plaats van jouw illusies omtrent jezelf. Daar moeten we mee doen. Ja, is dat alles? Is dit alles? Ja. Ja, een liedje van Doeba kan wel toepasselijk zijn. Hè? Ja, soms is wel. Dit alles? Is dit alles wat er is dan dacht het ego? Ja. Huh? Nou ja, gelukkig zijn we niet het ego. We zijn nog altijd zoals God ons geschapen heeft. Christus zelf. Het onschuldige kind. Laat ik het in jou zien. En als ik het vergeet, help mij herinneren, Dennis. Ja, en ik heb de macht om te beslissen. Ja, daarom. Help mij herinneren dat onschuld het enige is wat er is. Ja, dat ben je, Peter. Pure onschuld. Dankjewel, Dennis. Jij ook. Fijn je zo te ontmoeten in onschuld. Ja. Tot morgen weer. Dan gaan we verder met les 153. Oké, ik zie je graag dan. Tot ziens. Tot dan. Doeg.